Hallo en welkom bij dit filmpje over tijdvak 10, de kenmerkende aspecten bij tijdvak 10 en de veranderingen in de 20e eeuw. We gaan het hebben over een heel aantal kenmerkende aspecten. Het enige wat we eigenlijk niet doen is de Koude Oorlog nog een keer behandelen, want die heb je al een keer uitgebreid gehad. Dus we hebben het over de kenmerkende aspecten die daar eigenlijk niet zo goed bij passen. En dan beginnen we met de decolonisatie. En als je naar dit kaartje kijkt, dan zie je dat na de Tweede Wereldoorlog een heel groot deel van de wereld nog steeds gekoloniseerd is. En daar komt dus langzamerhand verandering in. En dat gaat eigenlijk in twee grote golven. Je ziet Azië eigenlijk heel snel decoloniseren, vrij snel na de Tweede Wereldoorlog, waarin wel heel veel conflicten plaatsvinden. En dat Afrika dat eigenlijk wat later doet en wat ook wat langer nodig heeft daarvoor. We beginnen met de focus op India. En in India was eigenlijk dat verzet al langer bezig. Dus je ziet dat in het interbellum Gandhi daar al mee begonnen was. En dat de Britten er na de oorlog eigenlijk wel klaar voor waren. Maar dat de tegenstellingen die er toen waren, vooral op religieus gebied, eigenlijk roet in het eten gooiden. En je ziet dan ook dat na die oorlog de Britten de soevereiniteit overdragen. Maar dat er enorme rellen uitbreken in India. Omdat er een Hindoestaans deel moet komen, India zelf, en een islamitisch deel. Dat bestaat uit West-Pakistan, het huidige Pakistan en Bangladesh. En dat gaat gepaard met enorme volksverhuizingen, oorlog, burgeroorlog, aanvallen. Er vallen heel veel slachtoffers bij. En het wordt wel de partition genoemd. Het splitsen eigenlijk van India in twee soorten. Het is niet zo bekend, maar wel een heel belangrijk iets. En precies natuurlijk tegen de wil van iemand als Gandhi, die probeerde zich juist boven die tegenstellingen te zetten. Nou, in Indonesië was de strijd ook gewelddadig, want tijdens de Tweede Wereldoorlog was er samenwerking met Japan. Dat was mensen als Sukarno helemaal niet in dank afgenomen. En als Japan dan is verslagen, eigenlijk in dat machtsvacuüm dat Nederland er nog niet is, Sukarno heel snel de onafhankelijkheid uit. En ja, daar wordt dan direct op gereageerd. Dus nou, misschien niet direct, maar Nederland zet een paar militaire expedities op. Die worden politionele acties genoemd. Dat klinkt heel vriendelijk, politie, hè? We zetten de ME in of zo. Het waren wel degelijk militaire missies. Vlak na de Nederlandse bevrijding eigenlijk wordt meteen geweld gebruikt om Indonesië te onderdrukken. Hier zie je daar wat plaatjes van, hoe dat ging. En natuurlijk waren die Nederlandse jongens ook niet op alles voorbereid. Maar de verhouding waarin er geweld wordt gebruikt, op welke manier, is toch wel behoorlijk heftig. En één, dropje wil ik uitlichten, is net een beetje van het beeld gevallen, maar het dropje Rawa Gede, zo spreek je dat uit, is heel erg symbool komen te staan voor de wreedheden die er door een deel van de Nederlandse soldaten is begaan. Want het dorp is platgebrand, eigenlijk zonder dat daar veel mensen verdachten echt waren, vrouwen, kinderen enzovoort. Dat is echt symbool geworden voor het excessieve geweld wat er door een deel van de Nederlandse soldaten is gebruikt. Nou, het bijzondere is dat eigenlijk vrij recent de koning excuses heeft aangeboden in Indonesië. Bij het maken van het filmpje is dat nog geen week geleden. Dus je ziet dat dit echt een zwarte bladzijde is die ook heel erg beladen is en ook echt blijft. Want ook over de excuses is weer heel veel te doen geweest. Hoe loopt het dan af? Nederland moet uiteindelijk onder druk van de Verenigde Naties en vooral de Verenigde Staten inbinden. En dan wordt de soevereiniteit overgedragen met op Nieuw-Guinea op 17 december 1949. Nou, kort over Vietnam, want dat hebben we natuurlijk bij de Koude Oorlog al vrij uitgebreid gehad. In Vietnam had Ho Chi Minh de Japanners natuurlijk verdreven. En hij was nationalistisch en communistisch. En hij doet eigenlijk hetzelfde, min of meer, als Sukarno. In dat machtsvacuüm van 1945 roept ook hij de onafhankelijkheid uit. En de Fransen reageren erop en er begint een oorlog, waarin ook de Fransen na een tijd lang verslagen worden bij het plaatsje Dien Bien Phu, wat daar heel erg bekend ook voor is geworden. En natuurlijk is dat verlies van Frankrijk eigenlijk de voorbode van de bemoeienis van Amerika. De hele Koude Oorlog die daarop volgt, waar je al het een en ander van weet. Nou, hoe gaat het dan met Afrika verder? Het noorden van Afrika werd door vooral Frankrijk eigenlijk als heel waardevol gezien. Dat waren eigenlijk Franse kolonies, die moesten ook beschermd worden. En je ziet dan ook als daar dan een strijd uitbreekt in de jaren 50, dat dat heel heftig is in Algerije zelf. Vanwege dat ze natuurlijk gewoon het nationalisme, maar ook verschillen in religie, opvattingen die door de Fransen werden onderdrukt.
En daar worden aanslagen gepleegd in Algerije, maar ook in Frankrijk is echt een heftig conflict. En dan daarna zie je, als dat eenmaal is gebeurd, dat ook andere landen langzamerhand gaan volgen, zoals Marokko en Tunesië. Nou, het zuiden van Afrika, of eigenlijk het midden en het zuiden, is wat anders. Daar is vooral 1960 een heel belangrijk jaar, onafhankelijkheidsjaar. We hebben in de Koude Oorlog daarvoor natuurlijk Angola heel erg behandeld, wat zuidelijker ligt. Maar dan zie je dat het daar wat, ja, eigenlijk massaler gaat en dat die onafhankelijkheid ook nou, lang niet altijd een recept is voor succes. Dus heel veel van die landen komen in conflict. Sommige zijn dat zelfs nog steeds. En ik durf wel te beweren dat een heel deel van die ja, onafhankelijkheidskwesties daar toch wel aan de grondslag liggen. Dat er geen rekening werd gehouden met stammen, met grond, ook weinig ervaring was met zelfbestuur. Dat is iets wat Afrika voor deel nu nog steeds parten speelt. We gaan door met het kennelijk aspect van de Europese eenwording. En ook daar is ja, natuurlijk nu heel veel om te doen, zegt zo'n tijdsgewricht waarin heel veel gebeurt. En waar ik wel altijd aandacht voor vraag is voor het feit dat nou, dat project van de samenwerking in Europa eigenlijk heel bijzonder is. Het was namelijk zo dat Frankrijk en Duitsland, die het project beginnen na de Tweede Wereldoorlog, eeuwenlang vijanden waren geweest. In de Frans-Duitse Oorlog, in de Eerste Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog. Je zou zelfs nog verder terug kunnen gaan naar de Napoleontische oorlogen. Altijd conflict in het midden van Europa en nu begint dus de Europese samenwerking als vredesproject. En natuurlijk speelt de Koude Oorlog en de Sovjet-Unie en weet men ook het eerste waar we op moeten gaan samenwerken is kolen en staal, want daar hebben we altijd oorlog over. Maar deze twee mannen, Schuman, Franse minister van Buitenlandse Zaken en de West-Duitse eerste bondskanselier Adenauer, die beginnen eigenlijk voor het eerst een vredesproject in Europa. En natuurlijk helpt de VS mee met zijn Marshallhulp, maar dit is het begin. En het resultaat mag er ook best wezen. In 1951 wordt er dan de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht. En dat is echt wel een doorbraak. En deze landen zijn er lid van. Dus Nederland is ook trots eerste lid, founding member van de eerste Europese samenwerking. Nou, dat gaat in een paar jaar later al over in de Europese Economische Gemeenschap, 1957. Want het blijkt best wel een succesformule, samenwerken op een aantal gebieden, op grondstof en later ook op landbouw, misschien wat meer vrijhandel. En steeds meer landen vinden dat interessant en gaan zich aansluiten. Dus in 1973 komt er een gids bij, Denemarken, de Verenigd Koninkrijk, die er natuurlijk nu van zijn teruggekomen en daar achteraf spijt van hebben, Ierland. En in 1980 ook Spanje, Portugal en Griekenland. Dan blijkt ook dat ja, het ook wat een democratiserende functie gaat krijgen. Dus je mag eigenlijk pas deelnemen als je democratisch bent. Dus Europa wordt steeds meer ook een soort van normatief iets. Nou, de Europese Unie, de volgende stap dan weer, nog meer samenwerking. Die heeft een aardig Nederlandse inslag. Het verdrag daartoe is ondertekend in Maastricht in 1992. En allemaal tegen de achtergrond van de eenwording van Duitsland, de vereniging, die men heel spannend vond. En Kohl zorgde dan voor, Helmut Kohl, dat Duitsland snel in Europa wordt ingekapseld en dus niet meer wordt gezien als gevaar. En dat is toch wel een verdienste van hem. Thema's zie je hier, milieu, nieuwe munt, veiligheid. Op 1 januari 2002 komt de euro. Nou, dat zijn allemaal grote verdiensten van Europa geweest. Dan zijn er nog nieuwe lidstaten, mensen die lid willen worden. Maar het grote ding is natuurlijk nu vooral de Brexit. Dit is een cartoon die de positieve kant van de Brexit probeert te benadrukken. Het hele idee dat ja, een land weggaat, wat betekent dat voor Europa? Spanning alom natuurlijk. En aan het eind van 2020 gaan we natuurlijk zien wat dat oplevert of heeft opgeleverd. Het laatste kennelijk aspect voor vandaag is dit lange, de toenemende westerse welvaart, die vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw aanleiding geeft tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen. Op drie terreinen gaan dingen veranderen: economie, politiek en sociaal-cultureel, en die komen alle drie kort terug. Nou, het eerste is de economie, en daar is iets toch best wel bijzonders aan de hand. De meeste landen in West-Europa gaan zich na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk spectaculair herstellen. De welvaart stijgt enorm snel tot zo'n beetje de oliecrisis van 1973. En dat zit hem vooral in consumptie. Dus mensen gaan nieuwe spullen kopen, worden ook aangesproken als consument. Er worden warenhuizen geopend. Er wordt gezegd: koop een nieuwe mode, kleding enzovoort. En dat geeft een boost aan de economie. Het hele denken in dat je je geld ook weer mag gaan uitgeven als je het hebt verdiend.
En het aardige is, dat hebben we natuurlijk in de jaren 20 al gezien in Amerika, de Roaring Twenties. Dat wordt eigenlijk nu zo'n beetje in de jaren 50, 60 goed gemaakt. En dus gaan huishoudens zich meer richten op consumeren. Die consumptiemaatschappij die vindt hier eigenlijk een beetje plaats. En dat betekent dat ook mensen een auto gaan kopen. Dat was echt een statussymbool. Als je een auto had, dan was je iemand, dan telde je mee. Kon je ook op vakantie gaan. Je ziet een plaatje van de eerste files naar de Riviera, naar Frankrijk. Dat wat echt in de jaren 60 was dat een groot ding, op vakantie kunnen. En, niet onbelangrijk, een heel nieuw vorm van medium is de televisie. Dus dat er een heel nieuw medium was waarin je kon kijken, programma's werden uitgezonden, veel publiek, ook kinderprogramma's. Op woensdagmiddag was het kindertijd, vraag het maar eens aan je ouders, grootouders, de Fabeltjeskrant, een grote hit eigenlijk onder kinderen. Dat was echt een heel nieuw iets. Nou, als je naar politiek gaat kijken, zie je dat na de Tweede Wereldoorlog de verzorgingsstaat zich gaat ontwikkelen. Dus er komt meer welvaart, de overheid heeft meer te besteden en kan dus ook de samenleving anders gaan inrichten. En dat betekent dat op dit soort thema's er steeds meer geïnvesteerd wordt. Om beter onderwijs, om sociale zekerheid, werkgelegenheid wordt gereguleerd. En dus gaat het leven er steeds eigenlijk wat beter uitzien. En dat komt allemaal door een heel stabiel politiek bestuur. Dus jarenlang, tientallen jaren lang, is er een heel stabiel bestuur van aan de ene kant sociaaldemocraten, dus de wat linksere club, en de christendemocraten, iets meer centrumrechts. En die twee zijn eigenlijk heel lang met elkaar in overeenstemming en besturen het land rustig. Nou, één man die ik dan wel uit wil lichten is Willem Drees, vadertje Drees, gezien als architect van de sociale zekerheid. De man die het pensioen heeft bedacht, dat is een groot politicus geweest. Tegenwoordig zie je vooral dat er steeds meer nieuwe partijen komen, in de jaren 70, 80, 90 en 2000 ook wel. Je ziet er hier een paar, Forum voor Democratie staat er nog niet eens bij, maar de PVV, SGP is wat ouder, en CDA fuseert in 1980, allemaal wat rechtser, links juist, SP, GroenLinks enzovoort. Dus het versplintert eigenlijk veel meer. Nou, tot slot sociaal-cultureel, wat zien we daar? Mensen gaan langzamerhand zich steeds meer als individu zien. Dus in plaats van je te zien als lid van de sportclub van de kerk, gaan mensen bedenken, ja, ik ben vrij, ik ga met mijn auto of met mijn brommer op stap, ik ga televisie kijken, ik word een individu, ik heb ook niet zoveel met die strenge tucht en die strenge moraal van de jaren 50. En dat maakt een hele grote groep jeugd een stuk mobieler en individueler. En je ziet ook dat de kerk steeds meer van zijn traditionele macht gaat kwijtraken. Steeds minder mensen gaan naar de kerk. Een paar jaar geleden was het nieuws dat de helft van Nederland zich niet meer kerkelijk voelde. En dat heeft invloed, onder andere op het huwelijk. Scheiden wordt ineens veel normaler vanaf de jaren 70, 80. Maar ook de wat positievere kant, homoseksualiteit, wordt meer en meer bespreekbaar gemaakt. Daarin loopt Nederland behoorlijk voorop. Nou, verder ontstaat er natuurlijk in deze tijd een echte jongerencultuur. Er zijn er gewoon heel veel, dus aan het eind van de Tweede Wereldoorlog worden er heel veel jongeren geboren. Of eigenlijk heel veel kinderen geboren, die zijn dan jong in de jaren 60. En die gaan een hele eigen kant op zoeken met brommers, met groepen, met linkse sympathieën, met luisteren naar muziek, de eerste boyband, de Beatles. Al dat soort dingen wordt heel erg belangrijk. En dus ontstaat er echt een protestgeneratie. Mensen die oorlog niet hebben meegemaakt en denken, ja, wat een saaie boel, al die ouders van ons, wat moet dat allemaal. Ze gaan experimenteren met dingen als drugs en nadruk op vrijheid, vrije seks ook wel. Linkse sympathieën, dus juist tegen Amerika protesteren in Vietnam. Dat kon natuurlijk helemaal niet als je de oorlog had meegemaakt. Dat soort dingen zorgt echt voor een generatie kloof die veel heftiger is dan tegenwoordig. Ik wil eindigen met de tweede feministische golf. De eerste, weet je nog wel, ging om vrouwenkiesrecht rond 1900, 1910. En nu gaat het echt om gelijke rechten, gelijke kansen, maar ook anticonceptie. Vrouwen die zelf willen bepalen wanneer ze zwanger worden of niet. Vrouwen die opkomen voor hun eigen recht en dat verenigt hen eigenlijk. Dus alle soorten vrouwen hebben een reden om bijeen te komen in die golf en samen in opstand te komen, zou je kunnen zeggen. Nou, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen uit tijdvak 10. Ik hoop heel erg dat je hier iets nog aan hebt aan dit filmpje en dat je hier nog een beetje kan voorbereiden op het examen, op je laatste toetsen. En dat je eigenlijk een mooi beeld hebt van de laatste dingen die we bij tijdvak 10 nog wilden behandelen. Succes!